Goedemorgen, wij zijn wakker. Kleine ligt te slapen hier. En ik ben me even aan het opmaken. Ik heb mijn haar gewassen. Ik dacht, laat ik het weer eens een keer wassen. Vandaag komen Anne en Nasse in mijn opnamebezoek. Daar heb ik heel erg zin in. Wordt heel gezellig. Trouwens, voor iedereen die zegt of ik even harder wil praten in de vlogs. Ik merk dat ik van mezelf rustiger ben geworden. Ik krijg ook comments op oude vlogs waar mensen zeggen, jeetje, praat je hier anders? Moet je maar kijken naar de eerste vlogs. Die van het aanzoek krijg ik het de laatste tijd vaker. Zo van, wat praat je daar anders? Ja, ik weet niet. Ik denk dat ik gewoon ook rustiger ben geworden of zo. I don't know. Ik kan wel heel enthousiast zijn hoor, maar het is meer gewoon, ik weet niet. Misschien ook leven met een baby, dat je dan toch een soort van een moment rust pakt, dat je zelf ook heel erg rustig wordt of zo. I don't know. I do know. Heeft iemand anders dat als je bronzer aanbrengt? Dit heb ik echt al zo lang me kan herinneren. Met elke bronzer, elke kwast. Dat ik breng het op mijn voorhoofd aan. Dat er hier altijd een randje zonder bronzer blijft. Hoe hard je ook je best doet om erin te werken zo. Dat er altijd een wit randje blijft. Ik probeer alles. Maar alsof het, misschien is het mijn huidtype of zo. Weet je wel? Dat dan daar de babyhaartjes beginnen. En dat het dan geen make-up pakt. Dus. Ik weet niet. Ik heb een oogschaduwdoosje en daar ben ik echt door geobsedeerd. Ik vind hem zo mooi als deze. Ik heb hem nu een aantal dagen al gebruikt en ik krijg de hele tijd complimentjes van iedereen van, oh, wat zie je er goed uit. En ik denk, zou het een oogschaduw zijn? Want het is echt wel, de afgelopen vlogs heb je me met deze gezien. En deze is van NARS Orgasm, ja, het oogschaduwdoosje. En je hebt ook Orgasm X, die ga ik vandaag doen. Die vind ik iets meer passen bij dit. Ik had deze twee binnengekregen, maar dit. Oh, for every day. Deze is wel wat donkerder eigenlijk. Is die misschien te donker? Nee, ik kan deze wel. Ik kan hier maar mee spelen. Maar dit. Oh my god. So beautiful. Ik link alles hieronder. I love it. Deze kleur. Dit is ook al zo mooi. Ik hou gewoon echt van koperrood, zeg maar. Rood tinten. Ja, zo vrij donker dit doosje. Als in, voor mij doe misschien too much voor overdag. Oké, ik heb het oogschaduwdoosje gebruikt. Ik vind het wel erg rood, zeg maar. Maar ik hou ervan, maar je moet van rood houden. Ontbijten met een afbak croissant. We zijn inmiddels ongeveer een uur verder. Maar nu ga ik echt mijn haar ook feunen. Daar ligt Foef met de kleine. Oh, trouwens, deze is op. En ik heb er weer de volgende. I love it. Dit is echt mijn favoriete dagcreme. Ik zal hem hieronder linken. En ik ben voorzichtig aan fan aan het worden van dit product. Mijn huid is echt, ik gebruik hem nog niet zo heel lang, maar ik moet zeggen, mijn huid ziet er goed uit. Ik weet nog niet of het hierdoor komt. Ik blijf hem gebruiken, maar I'm impressed. Very impressed. Zo. Outfit of the day. Dit is wederom een nieuw jurkje van Josh. Die ik gisteren had binnengekregen. Blij met mijn haar. Het gaat nog even uitzakken hoor, maar dan zit het helemaal perfect. Oké, guys, ik maak even vliegensvlugge salade. Als eerste een blik kikkererwten. Met olijfolie en zout daarin. Normaal zou ik er heel veel kruiden bij doen, maar ik ben heel even nu met de kruiden aan het minderen. Dat is stap 1. Ongeveer 10 minuten, weet ik wel. Een beetje op gevoel hoe langer, hoe crunchier ze worden. Dan neem ik mijn rucola en wortelen. Dat is hem voor nu even. Ik heb hier een dressing. Ik kan er ook zelf eentje maken. Maar ik ga even super quick iets maken. Kijk, deze is nu dus een klein beetje vochtig. Want toen ik de rucola erin deed. Zo. Ik denk dat ik de helft nu heb. Dan pak ik een nieuw papiertje. Dan kan weer de koelkast in. Dan de wortelen. De helft. Zoiets. Eigenlijk kijk ik gewoon wat ik in huis heb. En dan blauwe bessen. Ah, je maakt ze op. En ik heb nog een avocado liggen, dus die gooi ik er ook maar even doorheen. Oh, laatste tijd veel vragen over waar we dit bestek van hebben. Het heet Bits of zoiets. Hier, Bits. Als ik het vind, link ik het. Maar ik had het toen bij Loods 5 gekocht. Zijn er niet mega blij mee. Want je ziet echt zo hier zilver erop. We gooien ze ook gewoon in de vaten als er al dat eigenlijk niet de bedoeling is. Oh, dit ga ik mooi bovenop leggen bij ons allebei.
we allebei een half avocado slices hebben. Zo. Dit is Oosterse sesamdressing. Waar ik ongeveer de helft. Zo. Ja, dan ga ik dit even mixen. Yum, yum, yum. Kima. Ik heb er ook dus vaak kima bij. Waarom heb ik dat nu niet gedaan? Hoe laat is het? Ja. Ja, ik ga nog even kima doen. Kima. Die ook ontdooid. We hebben in de vriezer altijd een zak kima die al gekookt is. Dan kan je dat zo lekker makkelijk ontdooien. Zo, nu heb ik salade hierin gedaan. Een halve avocado per persoon erbij. Kijk hoe dit zit. Ja. Ja. Hoppakee. Soms doe ik zelfs twee blikken kikkererwten. Zo. Tadaa. Om freaking om. Ik zou dus normaal zou ik chili vlokken op de avocado doen nog. En ik zou hier zou ik Cajun kruiden bij doen. Bij de kikkererwten. Iets smakelijk. Kijk nou hoe lief in de draagzak. Ja. Multitasking. We hebben hier draagdoek baby. En editen. Pff, wat een middag. Wat een middag, jongens. Oké, Anne en Nassim waren op bezoek. Super gezellig. We hebben hele lieve leuke cadeautjes van hun gehad. En Mila is echt wel een beetje sociaal. Dus die vindt het ook wel leuk om mensen te zien en zo. En toen ergens tegen het einde, zeg maar, ze waren hier nog, begon ze zo hard te krijsen. We hebben van alles meegemaakt, maar dit echt gewoon krijsen, dat ze donkerrood werd helemaal ervan. En het hielp maar niet op. Niks werkte. Het was ook niet, eerst dacht ik nog krampjes, maar het was echt niet normaal. Toen, zij zijn op een gegeven moment zijn toen naar huis gegaan en het hielp maar niet op. Het werd steeds erger en erger en erger en erger. En toen heb ik de verloskundige maar gebeld. Zo van, help, wat moeten we doen en zo. Dus ik kwam met allemaal tips en ook temperatuur meten en zo. En ik weet niet wat er gebeurde. Maar in ieder geval, we waren echt een soort van, we hebben nog geen paniek gehad of zo. Maar wilden we echt dacht, weet niet meer wat we moeten doen. Ze zo hard aan het krijsen. En uiteindelijk, ineens werd ze stil op Gregor's borstkas. En ging die liggen. En nu, ze gaf wel tips. Dus misschien een goede tip voor anderen ook. Want ze wilde drinken, merkte ik. Maar ze was te hard aan het huilen om te drinken. Dus dat ze zichzelf tegenhield met drinken. En ik raakte er ook een beetje van, holy cow, ze moet wel drinken. En ze gaf wel stippen om dan toch afgekochte melk even in een flesje te geven. Dat blijkbaar drinkt dat wel makkelijker dan de borst. Zeker bij stress en zo. Dus dat is Gregor nu bovenaan doen. Jeetje. Je voelt je dan ook echt raadloos. Dat je echt, ik weet niet wat ik moet doen. En ik, echt, mijn hart doet pijn als ik denk aan mensen die echt huilbaby's hebben. Want dan heb je dus dit de hele dag door. En ik weet niet hoe mensen het doen. Want dat is echt heel, heel erg. Ik vond dit al. Ik denk dat ze nu een uur, misschien twee uur, keihard aan het krijsen was. En mijn hart doet al zo'n pijn. Te beseffen dat er baby's zijn die dat elke dag hebben. Het is zo zielig. Nou ja. I don't know. Kijk hoe lief. Dit is wat we van hen hebben gekregen. Dit setje. Super cute. En dan had een broekje bij. Kijk die achterkant. God, zo cute. En dit jasje. Oh, mini Burning Man jasje. En dit is van maat 74. Dus het duurt nog even voordat hij aan kan. Maar amazing. Maar wat we dus ook hebben gehad. Allemaal Iraans eten. Hoe lekker. Ik ben helemaal enthousiast. Het is zoveel. Kijk dan dit. Dit is voor Gregor Place. Dit is voor mij. Ik heb nu de helft een bakje gedaan. Deze, dit. Twee van zulke. Yum. Alright. Nou. De ergste cry ever. Ja, je hebt het was toch te zielig. Dat was echt heel. Echt heel zielig. Dit was echt. We wisten gewoon even niet meer wat we moesten doen. Het niet meer. Het is gewoon, je weet het niet meer. Het helemaal veranderde van echt kleuren. Ja. Een soort chameleon. Kleur van de regenboog. Ja. Oh. Nee. Maar het is maar, gelukt. Ja, en we hebben toen de andere slaapzak gedaan. Oh. Dat pukkenbaby ding. En ineens, daar kon ze eerst niet in. Daar ging ze van huilen. En nu ineens was ze oud. Dus ik weet het niet. I don't know. Verloskundigen zijn waarschijnlijk een regeldag.
Maar ja. I hope so, dat het was, want het breekt echt je hart. Heel veel gedronken, zeg jeetje. Zoveel melk gedronken. Echt heel veel. En geburpt. En geburpt. Allemaal kleine burpjes, maar wel veel. Geloven jullie in burpen? Want ik heb dus een ding gelezen over wetenschappelijk onderzoek dat blijkt dat burpen helemaal niet nodig is. Ja, ik vind dat het wel nodig is. Want hoe vaak hebben babytjes wel niet last? Je kan zeggen wat je wil, maar toen ze nu zo ongelooflijk hard aan het huilen was, dacht ik, ik ga gewoon met haar lopen burpen. En dan kwam het eruit. Het was stil. Er kwamen 4 of 5 burpees uit en daarna was ze gelijk oud. Boertjes trouwens, zeg nu burpen. Maar ja. Maar dus ik denk dat het wel iets is. Het is, ik... Misschien hoeft het niet. Ik weet niet beter dan dat dat moet. Dat moet gewoon. Ja. Er is wel een verschil, gradaties in baby's, in hoeveel zij spugen. Bijvoorbeeld als je ze dan een boertje geeft, de ene komt heel veel uit. Bij Mila komt er echt zo goed als niks uit. Nee, ik heb wel een paar keer een grote teller. Misschien. Ja. Maar er zijn heel veel baby's waar dan heel veel. Ik kan me voorstellen dat moet er gewoon uit op een gegeven moment. Dus, ja. Volgens mij is het noodzakelijk, maar ik las een wetenschappelijk ding dat ze zeggen, ja, het is niet nodig. Sterker nog, je maakt ze juist meer wakker, terwijl dat soms niet nodig is. Ja, dat is wel waar. Soms ja, ze worden wel wakker. Ja. Ze boert minder als ik er plat voet. Dat sowieso. 'S Nachts als ik er plat liggend voet, doe ik 1 seconde mini burpje klaar. Ja. That's it. Oké, genoeg burp talk. Burpie burp. Wij gaan lekker slapen. Wel trusten. Ja. Bedankt voor het kijken en tot morgen. Bye.